En welkom bij Twin Tastische Video. Ik ben Amani. Ik ben Chayona. En jij kijkt naar Daily Twin Life. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Vandaag hebben we de Vraag het een Moslima Q&A voor jullie. En we zijn zo verrast eigenlijk dat er zoveel interesse naar was. En jullie hebben zoveel vragen achtergelaten in de reacties. Daar zijn we echt super blij mee. Er zijn door jullie heel veel vragen ingezonden en vooral over de hoofddoek. Dus laten we maar snel beginnen. De eerste vraag van Bente van Schadewijk is: wat betekent moslima? Nou, dat is simpelweg, als je in de islam gelooft, ben je een moslim. En moslima is het vrouwelijke woord daarvoor. Dus wij zijn er één. En de volgende vraag is: zijn jullie ouders moslim? En die vraag is meerdere keren gesteld door Anna, Zegra, Jeff en Joke en Manarel. Sorry als ik de naam niet goed uitspreek. Voor de hele Q&A vast. Ja, mijn ouders zijn alle twee moslim. Volgende vraag van Zogra Westdorp. Zijn jullie ouders moslim en daarom zijn jullie toch ook moslima? Nou, doordat onze ouders moslim zijn, zijn wij dus eigenlijk ook moslim. Dus ja, zit dat. Ja. En dan de volgende vraag. Dat is: zijn jullie bekeerlingen? Van X Discuss Love Live. Live, love, beauty. Zo. Komt nauwelijks uit mijn woorden. Zijn jullie bekeerlingen? Nee, wij zijn als moslim geboren. En ja, dat zijn we alhamdulillah nog steeds. Meer valt er weer niets over te zeggen. Korte vragen. Kort de volgende antwoord. Vraag van Shani. Hebben jullie het geloof van jullie vader of moeder? Allebei. Ja. Volgende vraag van Chanel van Dongen of van Shani, dat is dezelfde. Want zo heet ze eigenlijk. Waarom hebben jullie het geloof islam uitgekozen en zou je ooit willen bekeren? Wij zijn geboren als moslim en als moslim opgevoed. En ja, mijn ouders hebben, onze ouders, hebben ons altijd vrijgelaten in welk geloven interesse hebben en zo. Maar dat blijft gewoon nog steeds de islam. Onze eigen keuze gewoon. Ja, dus ik ben er echt blij mee. En ik, ja, denk, ik voel nou me ook er ook wel echt gewoon het prettigst bij. Ja. Maar ja, en we kunnen niet in de toekomst kijken, toch? Dan nu de vraag van Jeff en Joke. En dat is: hoe doen jullie thuis het geloof? Nou, deze vraag is nogal breed. Wij bidden 5 keer per dag. We lezen ook af en toe de Koran met onze familie. En ja, we mogen geen varkensvlees en zo. En alcohol mag ook niet. Geen varkensvet. Daar gaan we zo meteen nog een keer over hebben in een aantal vragen. Ja. Maar goed, ja, we houden ons gewoon aan de regels en verder bidden we 5 keer per dag dus. En het komt wel redelijk overeen met andere moslimgezinnen. Ja, en ook als je bijvoorbeeld christelijk bent en je bidt ook thuis voor het eten bijvoorbeeld. Dat, ja, ja, dat soort dingetjes. Dus ja, ik hoop dat je het begrijpt. De volgende vraag: is heel jullie familie moslim? Van Danielle Smits. Nee, niet onze hele familie is moslim. Wij hebben eigenlijk een vrij brede, ja, verschillende culturen. Nou ja, niet echt culturen. Ja, geloven. Geloven in onze familie. We hebben Hindoestaans in onze familie zitten. Katholiek, christelijk. Mensen zonder geloof en natuurlijk moslims. Dus ja, islam. Je respecteert elkaar gewoon, want je bent natuurlijk familie. En ja, we respecteren ook zeker andermans geloven. Ja. Dan nu deze vraag die door meerdere mensen zijn gesteld. Door Mohammed, Sur, Live Love Beauty, Mariam en Nazanin. Sorry als ik het verkeerd uitspreek, maar in ieder geval. Welke afkomst hebben jullie? Nou, afkomst en religie heeft niks met elkaar te maken eigenlijk. Wij zijn halfbloed Indonesisch en Nederlands en een beetje Chinees. Dus ja, ja. De volgende vraag, en die is door 2 mensen gesteld, namelijk Tessa Rijk en Bente van Schadewijk. En die vragen, hoe oud waren jullie toen jullie naar Nederland kwamen of zijn jullie hier geboren? Wij zijn hier gewoon geboren. Ja, dus dat is het. Wij kwamen op ons verjaardag hier naartoe.
De volgende vraag van Summer Girl Power is: zijn jullie er ooit mee gepest? Nou, in onze buurt is het eigenlijk heel normaal als je een hoofddoek draagt en dat je als geloof islam hebt. Dus nee. En de volgende vraag, en dit vind ik zelf een hele mooie en ik denk Jona ook. Ja, zeker. Van All Things By Afan: wat betekent de islam voor jullie? De islam is ten eerste onze religie en het is gewoon heel erg belangrijk voor ons. Het is een soort van systeem waardoor je gewoon alles uit je leven kan halen. Liefde, geluk, steun. Gezondheid, steun. Echt, ja. Gewoon alles wat je nodig hebt om een fijn leven te leiden. En dat is onze mening. Dan vraagt Girl Power: hoe vonden jullie dat ze hier een hoofddoek moesten dragen? Nou, een hoofddoek was eigenlijk onze eigen keus. Dus we moesten het niet. Echt. Wel, hadden mijn ouders erover van: joh, ga je een hoofddoek dragen? Ben je het van plan? En wij wilden het heel graag, dus dan deden we het ook. Ja. Ja, en daar zijn we ook heel blij mee. En dan de volgende vraag. En dat is: waarom moet je als moslima een hoofddoek dragen? En vinden jullie dat misschien stom? En die vraag is meerdere keren gesteld door Beauty Gangsters, Kirsty, Beautycorn en Megan. Allereerst, de islam kent geen dwang en het is gewoon sterk aanbevolen om je te bedekken en een hoofddoek te dragen. Het heeft meerdere redenen, maar het heeft echt niks te maken met vrouwenonderdrukking. Het is belangrijk dat je als vrouw in de islam wordt beoordeeld op je innerlijk en niet op je uiterlijk. Kijk maar naar al die commercials. Allemaal hele mooie vrouwen, maar die moeten altijd weer verleidelijk zijn op de manier hoe ze gekleed zijn en zo. En daar is de islam juist helemaal niet voor. Het gaat om het innerlijk en niet om het uiterlijk. En terecht. Daar, ja, dat ben ik het ook zeker mee eens. Hiermee bedoelen we niet dat als jij je minder bedekt als wij, dat jij stom bent of zo. Je mag gewoon doen wat je wilt, maar wij vinden het gewoon een hele mooie gedachtegang dat het niet alleen om het uiterlijk gaat. Zolang jij je er prettig bij voelt, is het goed. Dan nu een vraag van Nadia en dat is: mogen jullie aan niemand jullie haar laten zien, met uitzondering van jullie ouders natuurlijk? Nou, je mag het gewoon laten zien aan meisjes, gewoon meiden onder elkaar, maar ook gewoon familie. En bijvoorbeeld jongens buiten de familie, het wordt wel sterk afgeraden. Ja. En dan de volgende vraag van Nadia. Ik heb gehoord dat sommige moslims niet met knuffels mogen slapen. Slapen jullie wel met een knuffel? Nee, wij slapen niet meer met een knuffel. Toen we klein waren wel. In de islam is het zo dat het niet de bedoeling is dat je beelden gaat aanbidden. Sommige moslims trekken het zo ver door dat ze gewoon niet een beeldje of zo in huis willen hebben. Gewoon niks met een gezicht erop, behalve mensen zelf. Voor ons was het hebben van een knuffel in ieder geval geen probleem. Dan nu de vraag die Soraya, Caramel, Helima, Beautycorn, Iptisem en Lumi hebben gesteld is: hoe lang dragen jullie een hoofddoek? Nou, wij zijn begonnen in uitgroep 5. Zijn wij begonnen met een hoofddoek dragen. Dat was gewoon onze eigen keus. En daar zijn we nu nog steeds heel blij mee. En de volgende vraag van Aurelia Dekker: willen jullie een keer je hoofddoek afdoen en mag dat van jullie geloof? Ik wil best wel een keer mijn hoofddoek afdoen, maar niet op camera. Ja. Dan nu de vraag van Ashley, Sanne, Victoria, Ilse, Livania, Beauty Lover, Gina en Fabuloes is: hoe ziet jullie haar eruit en zou je dit willen laten zien? Nou, eigenlijk gewoon hetzelfde antwoord als de vorige vraag. En ja, we kiezen liever zelf aan wie we het laten zien. En als je het op camera doet, dan, ja, dan kan iedereen het eigenlijk zien. Dus liever niet. De volgende vraag, en die is gesteld door Hajar: hoe denken de ouders van Nederlands vriendinnen over moslims? Nou, de ouders van onze vriendinnen hebben zich daar nooit over uitgelaten. Dus nee. Ik zou het eigenlijk niet weten. Dan nu de vraag van Kim de Ruiter: draagt jullie moeder ook een hoofddoek? Ja, en daardoor zijn we eigenlijk ook een hoofddoek beginnen met dragen. Want dat was het voor ons ook veel makkelijker als onze moeder dat ook deed. Maar ze deed het gelukkig al. Ja. En dan de volgende vraag, en die is door twee mensen gesteld, genaamd Donne Snijders en Flint van Hal. En die vragen: waar kopen jullie jullie hoofddoeken? Wij kopen onze hoofddoeken bij de Haagse Markt, islamproducten.nl, Boutique Sara en Field Beauty. De volgende vraag die is gesteld door Flint van Hal.
Doen jullie wel eens samen met de hoofddoeken? Ja, we doen wel eens samen met de hoofddoeken. Alleen ik draag voornamelijk de soort van sjaals en Giona de... Ja, de Amira's. Ja. Gewoon makkelijk. Maar ik draag die ook wel eens als ik gewoon even snel naar buiten ga. Dan nu de vraag die door meerdere mensen is gesteld door Hanin, Pumpkin, Helima, Live Love Beauty, Girls Life en Sama. En dat is, zijn jullie wel eens raar aangekeken, uitgelachen of haatreacties door hoofddoek? Nou, we zijn wel vaak raar aangekeken, bijvoorbeeld op straat. Als je ergens rondloopt waar niet zoveel moslims zijn, dan wordt je nog wel raar aangekeken. Maar dat is eigenlijk een soort van kwestie van wennen, ja. Ja. Het is natuurlijk heel jammer, maar goed. Uitgelachen of haatreacties, dat nooit. Wel gewoon mensen die een beetje zo kijken dat van, wat heeft die nou weer aan? Dat ze mompelen van, arme kinderen, waarom dragen ze dat? Ja, maar dat is allemaal ontwetendheid, dus ik neem ze dat niet echt kwalijk of zo. Ze zijn geïnteresseerd in ons. En dan de volgende vraag van Nora Lovers en Demi Licht. Hoe vinden jullie het om een hoofddoek te dragen? Nou, zoals we al zeiden, wij voelen ons er gewoon prettig bij. Anders zouden we de hoofddoek ook niet dragen. Dus ja, zoals we al zeiden, we vinden het gewoon fijn en we storen ons er niet aan. Toch? Ja. Dan nu deze vraag van Zoe, LC, Els, iets. Haar vraag is het niet vervelend om een hoofddoek te dragen, want je kan je mooie haar niet tonen en je kan geen haarstijlen opdoen maken? Nou, in ieder geval, in het begin vond ik het wel jammer dat toen ik het echt net droeg, dat ik niet mijn haar kon laten zien. Maar het was gewoon een kwestie van wennen, hè? Ja, maar ik voelde me er eigenlijk ook gewoon prettig bij. Ik denk dat het ook voor jou hetzelfde geldt. Ja. En later, daar wen je eigenlijk aan. En dan als bijvoorbeeld iemand zegt van, joh, je kan het nu afdoen of zo, buiten, waar iedereen het ziet. Je kan het afdoen, het mag. Dan heb je het eigenlijk ook liever niet. Want het is net alsof iemand zegt, zoals jij net zei. Ga maar buiten, stel, het is november. Ga maar buiten in je bikini lopen, ja, in de winter. Alsof je gewoon iets mist. Ja. Misschien is het raar als je geen hoofddoek draagt dat het zo is. Maar als je wel een hoofddoek draagt, dan begrijp je waarschijnlijk wel wat ik bedoel. En of je haarstijlen kan maken in je haar. Tuurlijk, want hoe vaak zit je wel niet in het weekend te luieren thuis? Het is niet dat je hele leven dit op hebt. Ja, je doet het ook met slapen af. Als je thuis bent, doen wij het in ieder geval ook af. Ja. Dus er is allemaal tijd voor. En dan de volgende vraag, en die is gesteld door Kaylee. Ben je niet bang dat je hoofddoek ergens aan vast blijft haken? En wat is jullie favoriete hoofddoek? Nee, ik ben zelf niet bang dat mijn hoofddoek ergens aan vast blijft haken. Ik ook niet. Want ja, als je een broek draagt of een poncho, kan het net zo goed ergens aan blijven haken. Dus ja, het hoeft niet per se zo te zijn met een hoofddoek. Niet veel verschil. Nee. En de vraag, wat is jullie favoriete hoofddoek? Dit is mijn favoriete hoofddoek. Het is een donkerblauwe hoofddoek. En het is mijn lievelingshoofddoek, omdat het heeft een beetje een dun stofje. Hij verschuift niet zoveel en hij zit gewoon lekker. En bij mij is het deze, omdat ik vind de kleur mooi en ik draag hem vaak met deze, want dit vind ik ook de allerfijnste onderhoofddoek. Het zit gewoon het lekkerst en ik vind ze best mooi. En deze vraag is ook gesteld door Ranim Youssef, Ahmed Eli en Nikki Verkroost. Dan de volgende vraag van Beauty Girl is, ten eerste, jullie zijn super, dankjewel. Ten tweede, als er bijvoorbeeld een vriendinnetje komt of zo, laten jullie dan jullie haar zien? Ja, het is gewoon meiden onder elkaar en dan vind ik het eigenlijk niet erg. Het is ook meer bedoeld gewoon voor jongens buiten de familie. En dan de volgende vraag en die is door twee mensen gesteld, namelijk Babette Doldersum en Ilse Jansen. En de vraag zelf is, draag je thuis geen hoofddoek? Wanneer doe je die af en draag je hem alleen op video? Thuis, als we gewoon thuis zijn en er is niemand anders, jongen die geen familie is, dan hebben we hem gewoon af. Als we naar buiten gaan, dan hebben we hem gewoon op. En ook voor de video, want dan kan gewoon iedereen ons zien. Of het nou een meisje of een jongen is, iedereen kan het zien. En daar hebben we dan zelf geen controle over. Dus dan dragen we hem. Dan nu de vraag, slapen jullie met hoofddoek? En deze is gesteld door Milou Rijlaarsdam en Victoria Petak. Sorry als ik het verkeerd uitspreek, maar in ieder geval,
Slapen jullie met hoofddoek? Nou, dit is ook veel gevraagd in de reacties van onze morning routines. Wij slapen niet met hoofddoek, want ja, het slaapt volgens mij ook niet echt lekker. Ik heb het nog nooit geprobeerd, maar het lijkt me ook niet lekker slapen. En het hoeft ook helemaal niet. Zoals ik net al zei, we dragen het wel op video. Ja. Dus vandaar dat we het ook droegen in de morning routine. Ja, en ja, dus in de morning routine hadden we het wel even op, omdat we het liever niet zonder hoofddoek op camera wilden. En dan de volgende vraag, en die is gesteld door Maria Sophie. Hoeveel hoofddoeken hebben jullie? Nou, ik denk dat we er ongeveer een stuk of 50 hebben, maar we dragen er een stuk of 10. Want ze zijn niet allemaal het fijnste. Dus je kiest sneller voor eentje die je heel erg fijn vindt als eentje die je niet zo fijn vindt. Maar die wel dan weer beter bij je outfit past, maar in ieder geval. We hebben er dus best veel. Dan nu de vraag van Jasmine Hagui. Sorry als ik het verkeerd uitspreek alweer. Sorry. Wat vinden jullie van moslima's zonder hoofddoek? Ontzettend goede vraag. Nou, ik respecteer totaal de mening van iemand die geen hoofddoek wil dragen. Wij geloven ook dat het niet verplicht is, maar het is wel hartstikke sterk aangeraden. Ja, ik respecteer die mening. Ja, ik en ik vind, het, ik vind het ook echt, het moet ook echt je eigen keuze zijn. Want als je het draagt zonder dat je je ervoor zelf hebt gekozen, dan draag je het ook niet echt met liefde. En dan de volgende vraag is, hoe reageerden jullie klasgenoten op de hoofddoek? En die is gesteld door Amira El-Bahriouti. Sorry, als het verkeerd uitspreek, ik ben er niet zo goed in. Ja, ik ook niet hoor, dus. Ja, onze klasgenoten reageerden gewoon heel erg aardig. Bijna onze hele klas is moslim, dus ze hebben er ook gewoon allemaal begrip voor. En ja, de kinderen die verder geen moslim zijn, die zijn het wel gewend dat er mensen in de buurt zijn met een hoofddoek. In de buurt wonen met een hoofddoek. Dus het was eigenlijk niet echt van, wat dat betreft hebben we wel heel erg veel geluk. Dan nu de vraag van, sorry, maar dat wordt echt heel moeilijk om uit te spreken, ook al heb ik een lastige naam zelf. Gaya Nsengiyumfa. Ik hoop dat ik het goed heb uitgesproken. Sorry als het niet zo is. Welke maat hoofddoek hebben jullie als die er is? Ontzettend leuke vraag, vind ik dat. Nou, je hebt wel small, medium, large. En dat is het niet dat het hier ruimer is of zo. Maar dat het hier groter is bijvoorbeeld. Dat het meer bedekt. Bijvoorbeeld ook je armen en je buik. Dat heb je wel, maar niet echt van echt wat je ook bij kleren hebt. Bijvoorbeeld dat de mouwen korter zijn bij een shirt. Je weet toch wel? Wij hebben medium, want wij willen wel genoeg kunnen bedekken. Ja. De volgende vraag, en die is van Hedisha. Wat vinden jullie de leukste attractiepark? Dit past niet echt in de categorie. Ja, de categorie waar deze Q&A eigenlijk om gaat. Maar we kunnen er best wel antwoord op geven. Ik vind zelf verschillende attractieparken het leukste. Ik denk de Efteling toch wel, nummer 1. Ja. En wat we wel gemerkt hebben, om het misschien toch nog, dat je het misschien toch bedoelt, dat we het zo'n beetje aan de islam kunnen koppelen, dat ze wel in een attractiepark aangekeken. Ja, als je bijvoorbeeld in de rij staat. Maar je hebt dan ook weer mensen die dan denken van, oh leuk. Of mooi bijvoorbeeld. Of die dan, kleine kindjes die dan dat vragen of zo, waarom dragen jullie dat? Dat is natuurlijk ook altijd wel leuk. Iets heel kleins over toevoegen. Veel mensen die zijn er ook geïnteresseerd naar, is het niet lastig in de achtbaan over de kop? Nee, het is niet lastig. Ik dacht eerst van, oh, dan gaat het voor mijn gezicht. Nou, ik moet zeggen, in de Python heb ik dat wel gehad. Dus dat mijn hele hoofddoek naar voren. Ja, maar het gebeurt niet vaak. Ja, als je bijvoorbeeld zo'n hoofddoek draagt die gewoon goed om je hoofd heen zit en niet losjes met speldjes of zo. En als je over de kop gaat, dan vliegt hij heus niet voor je gezicht, omdat die beugel het al tegenhoudt. Ja. En je kan het ook in je jas stoppen als je geen beugel hier hebt. Dus geen probleem. Dan nu de vraag van Alberta Bowakje. Sorry, ik ben echt niet goed in namen uitspreken. Ik hoop dat het geen probleem is. Maar in ieder geval, je hebt wel een heel leuke vraag gesteld. Mijn vraag is, hebben jullie soms het gevoel dat jullie er niet bij horen, omdat mensen naar je staren? Nou, ik heb het wel eens gehad. Dat ik dacht van, ja, mensen staren naar mij. Ik vind het niet leuk. Maar dat, zo van, dat is, ja, de alles soort van, wat je doet wordt gezien. Een soort van beproeving, denk ik, als moslim zijnde. Dus ik accepteer het ook gewoon. En
Wie weet kan ik wel mensen inspireren met mijn hoofddoek. En dat is gewoon echt het beste wat je kan horen als iemand zegt van... Ik ben geïnspireerd door jouw hoofddoek, dat ik het ook wil gaan dragen. Dat hebben we ook in de reacties onder onze video's gezien. Ja, echt tof. Echt top, top, dan krijgen wij zo'n fijn gevoel in ons hart. Echt van... Yes. Yes. Ja. Ik wil er ook nog even iets kleins aan toevoegen. En dat is... het is ook wel heel leuk als je bijvoorbeeld iemand die niet in de islam gelooft ontmoet, dat je gelijk een goed voorbeeld van de islam kan geven. Ja. Want bijvoorbeeld als jij nou heel aardig bent, wat je waarschijnlijk ook wel bent hoor, maar als je een hoofddoek draagt en je bent heel aardig, dan krijgen mensen ook gelijk een veel beter beeld over de islam. Dus dat vind ik ook wel heel mooi als je dat kan doen. De volgende vraag is van Sanne Veenhouwer, Esmee Vrinks en Isra, waarom zijn jullie begonnen met YouTube? Nou, wij vinden YouTube-video's maken gewoon heel erg leuk. We vinden het zelf ook leuk om naar te kijken. En ja, toen zijn we gewoon op het idee gekomen om dat weer eens te doen. Om dat zelf ook te gaan doen. Want we hadden eerst de TwinTube Show. Toen zijn we overgestapt naar Daily Twin Life. Want de TwinTube Show, dat is een beetje, de moedjes waren toen nog echt schattig en zo. De reden dat wij... dat onze video's bekeken waren, was denk ik gewoon 50% dat wij schattig waren. Ja, en dat schattige was er wel een beetje van af. Dus we begonnen met Daily Twin Life. En daarmee onderscheiden we ons eigenlijk ook wel met een hoofddoek. Ja. En we hopen dat we ons daarmee ook een goed voorbeeld van de islam kunnen geven. Ja. Vandaar dat we ook deze Q&A houden. Je hebt wel volwassene moslima's die dan ook filmpjes maken. Maar ja, dan heb je natuurlijk ook nog de kinderen en de tieners. En misschien dat die dan... zo iemand zoeken als wij. Dus, dan nu de vraag van N. Haroun Afrem. Hoe oud moet je zijn voor een hoofddoek? Nou, je mag het gewoon dragen wanneer je wilt. Er is eigenlijk niet echt een leeftijdsgrens. De keuze ligt gewoon volledig bij jou. Sommige moslims geloven dat het bij 12 jaar is, maar... Sommige volgens mij ook bij 9. Ja, het verschilt wel, maar wij geloven dat je het kan dragen wanneer je wilt. En dat het wanneer ook echt je er prettig bij voelt. Ja. Maar het is wel aanbevolen om een hoofddoek te gaan dragen wanneer je lichaam een soort vrouw is geworden. Ja, snap wel wat ik bedoel, toch? Dan nu de vraag van Smile to Me. Als jullie gaan zwemmen, moeten jullie dan jullie hoofddoek af? En trekken jullie dan ook gewoon een bikini of badpak aan? Nou, in het begin deden we wel gewoon onze hoofddoek af. En we hadden wel speciale zwemkleding. We hadden een soort van duikerspak wat tot onze knieën kwam. En tot de ellebogen, zeg maar. Ja. Maar daar voelden we ons al lang wel niet meer prettig bij. Ja, want we waren toen ook echt nog wel klein. 5, 6 zoiets. Maar voor ons is het ook niet echt dat we niet meer echt kunnen zwemmen. Want vrouwenzwemmen bestaat ook, geloof ik. Hè? Maar als je bijvoorbeeld moslim bent en je houdt wel heel erg van zwemmen. Nou, bij ons is het zo, als wij bijvoorbeeld op vakantie gaan, en dat er dan altijd ook een zwembad bij zit. Die binnenshuis is. Ja, dus niet dat anderen je kunnen zien. En dan kan je gewoon in je bikini, in je badpak, wat je wil. Niemand ziet je behalve je familie. De volgende vraag, en die is van Fits for Everyone. Waarom mogen jullie geen varkensvlees eten? Nou, dat is omdat varkens... Ja, je kent ze wel, ze rollen in de modder. En... ze eten ook vieze dingen. En als je dat wordt geslacht, dan is het gewoon niet gezond. Ja, en wij hebben een beetje het idee van... varken is een onrein dier. En als je dat dan gaat eten, dan heb je misschien ook wel iets van dat onreine wat je eet. Dus... ja, en als het onrein is daarom zo. En het staat wel bekend om een onrein dier in de islam. Maar het is ook niet zo dat je bijvoorbeeld varkens pijn mag doen of zo. Dat varkens minder waardig zijn dan andere dieren of zo. Want dat is het totaal niet. We eten ze gewoon niet en daar blijft het ook bij. Ja. Dan nog een vraag voor Fits for Everyone is... dat ze in onze Q&A ons vraag had gezien dat we hadden gezegd dat we bij 9 jaar een hoofddoek droegen. En of we voor die tijd ook varkensvlees hebben gegeten. Nou, we waren eigenlijk al van kleins af aan moslim. We zijn er gewoon mee geboren. Onze ouders waren het al. Het is niet dat we wanneer we hoofddoek gingen dragen dat we moslim zijn geworden. Ja, dus dus onder die leeftijd waren we gewoon ook nog steeds gewoon moslim. En we hielden ons gewoon, zover wij weten tenminste, aan de regels. Ja. Dan nu deze vraag van Hanin. Mogen jullie van jullie ouders dingen die ongelovigen ook mogen? Nou, wij hebben een kant van de familie die niet in de islam gelooft. En die vieren ook wel Kerstmis en Sinterklaas.
Soms zijn wij er ook wel bij, maar met kerst bijvoorbeeld denken we niet aan Jezus bijvoorbeeld, dat het zo in de stal is gegaan. Ja. Dat geloven wij dan weer niet, maar dan zijn we er gewoon puur voor de gezelligheid. En voor de familie. Ja, er zijn ook wel meningsverschillen erover, maar wij denken eigenlijk, zolang je maar niet denkt als iemand die niet in de islam gelooft, bijvoorbeeld bij een feest, dan dat het wel oké is. Verder schelen wij niet zo gek veel met iemand die in een ander geloof gelooft of helemaal geen geloof heeft. En dan de volgende vraag, ook van Hanien. Vinden jullie het leuk om half Nederlands en half Indonesisch te zijn? En waarom? Nou, zelf vind ik het best wel leuk, want mensen verwachten het niet vaak bij ons. Maar ja, aan de andere kant, er zijn zoveel mensen die dezelfde afkomst hebben. Dus zo bijzonder is het eigenlijk nou ook weer niet. Dan nu de vraag van Lisa Steenbeek. En dat is, stel je koopt een zak snoep en je hebt er zoveel zin in. En je maakt de zak open, je zit lekker te eten. En je ziet dan dat er varkensgelatine in zit. Wat doen jullie dan? Nou, wij stoppen eigenlijk dan gelijk met eten. Want ja, het is niet fijn als je weet van ja, je hebt iets gedaan wat eigenlijk niet hoort. Maar dan geeft het niet omdat je het niet wist. De volgende vraag is van Wafa Talha. Hebben jullie wel eens per ongeluk iets gegeten wat niet halal is? Best wel vaak. Alleen de laatste tijd is het niet meer gebeurd, zo de laatste 2 jaar. Het gebeurt best wel. Ik denk dat het bij iedereen wel eens gebeurd is. Want soms zit het in iets dat je het helemaal niet verwacht. Of dat je het per ongeluk hebt gekocht. Dat je iets bestelde en dat het eigenlijk dat het er wel op lijkt, maar dat het net iets anders was. En dat het dan het verkeerde is en dat het dus niet halal is. Dus ja, best wel vaak is dat gebeurd. Dan nu de vraag van Love You Babe. En dat is, wat eten jullie als avondeten en waarom halal? Nou, wat wij s'avonds eten, het verschilt niet zo gek veel met gewoon bijvoorbeeld als je niet in de islam gelooft. Alleen wij eten inderdaad wel halal. En halal wil zeggen bijvoorbeeld halal vlees. Dat is dus als een dier moet halal geslacht worden. En het verschil tussen niet halal geslacht worden en wel halal geslacht worden is, in de islam moet het dier niet zien wat er voor zich gebeurt. Bijvoorbeeld als er een koe wordt geslacht en de eerste koe daarvoor is, dat hij niet mag zien wat daarmee gebeurt. Want anders krijgt hij paniek en zo. Dus, ja, en dat is dan bang. Zielig. En het dier moet een goed leven hebben gehad. Dus niet bijvoorbeeld als plofkippen die in een klein hokje worden gepropt. Ja. En ze... Het moet snel gebeuren, niet dat het moet zo minst pijn mogelijk gebeuren. Ja, dus zo diervriendelijk mogelijk. Ja, en het bloed moet vrij moeten weglopen. Zo. En het bloed moet, zou ik het zeggen? Ja. Het bloed moet uit het dier lopen. Vrij weglopen, ja. Omdat dat hygiënischer is, want anders blijft er veel achter in het lichaam. Trouwens, er is een onderzoek gedaan naar hoeveel pijn en stress een dier heeft bij verschillende manieren van slachten. En daaruit kwam naar voren dat halal en kosere manier van slachten het minste stress en pijn gaf bij een dier. De volgende vraag van M&B, of M&B, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Mag je een kat hebben? Ja, het mag. Misschien heb je het in onze groomshow al gezien. Wij hebben ook een kat. En, 2 zelfs. Ja, we hebben er 2. En mocht je het willen weten, ook nog een konijn. Ja. Dan nu de vraag van Shama Mohammed. Kunnen jullie uit de Koran lezen? Ja. Maar er is altijd ruimte voor verbetering. Ja. Dan de volgende vraag van Beauty Girl Happy Stars. Hoe vaak lezen jullie de Koran? Wij proberen hem zo vaak mogelijk te lezen en het verschilt wel gewoon, hè? Ja. Dan nu deze leuke vraag van Marokkaanse meid 12. Ik ga naar school waar ik de enige ben met hoofddoek. Hoe moet ik daarmee omgaan? Nou, ik zou gewoon zeggen, wees gewoon jezelf. En mensen hebben eigenlijk al een vooroordeel voor je klaarstaan, de meeste dan hoor. En het is jou eigenlijk de taak, bij jou de taak om dat vooroordeel bij ze weg te nemen en ze een beter beeld ervan te nemen. Als je dat kan, doe alsjeblieft je best daarvoor, want ja, dat is gewoon, zo zul je het veel makkelijker krijgen. Ja, ja, dat is nou eenmaal de taak als je moslim bent. Dan de volgende vraag, en die is gesteld door Ilos XXS. Hebben mensen wel eens anderen voorgetrokken omdat jullie een hoofddoek dragen? Ik heb het nog nooit gemerkt. Dat bijvoorbeeld als het alarm in de winkel afgaat van iedereen gelijk naar jou kijkt. Dat, dat iedereen dan van naar jou kijkt van heb je wat gestolen of zo. En dan gelijk van zouden die mensen er nog zijn? En wij gelijk
mensen gaan vaak van het slechtste van je uit. En dat is eigenlijk wel heel erg vervelend, vind ik. Ja. Maar goed, het is nou eenmaal zo. Dus dat is wel eigenlijk zo. Maar niet echt bijvoorbeeld in de klas of zoiets. Nee, nee. Dat hebben we nog nooit verder. Gemerkt. Dan nog een vraag van Ilos XXS is... is... Wat vinden jullie ervan dat burka's op sommige plekken / landen verboden zijn? Nou, ja... Ik vind het eigenlijk wel niet zo leuk. Dom, hoor. Want ik vind eigenlijk dat je zelf mag bepalen wat je wil dragen. Ik bedoel, mensen mogen ook op straat met minirokjes lopen, ja, of piercingen. Dat is ook niet verboden. Of tatoeages. Of waarom zou een burka niet mogen? Ja, ik bedoel, het is niet zo als je een burka draagt dat je een gevaarlijke crimineel bent of zoiets. Ja. Ja, dus ik snap het niet. Ik vind het een beetje raar. En dan nog een vraag van Ilos XXS. Hebben jullie ook respect voor andere religies? Nou, we hebben het al een paar keer gezegd. En ja, we hebben er zeker respect voor. Meer valt eigenlijk niet over gezegd. Wij hebben er gewoon respect voor. Ja. En ik hoop dat jullie dat ook hebben. En in de islam is het ook heel erg belangrijk dat je respect hebt voor andere religies. Ja, dat zeker. Dus ja, zeker. Iedereen mag zijn hoe die wilt zijn. Dan nu nog een vraag van Ilos. Vasten jullie tijdens de Ramadan alle dagen mee? En dat wilde Samaai ook weten. Ja. En ik vast alle dagen van de Ramadan mee. Ik ook. En we hebben het ook heel rustig opgebouwd. Niet dat we in één keer van een bepaalde leeftijd of zoiets zeggen van ja, nu alles doen. We hebben ook al van jong af aan geoefend met kindervasten. En dat was dan geen snoep eten. En langzaam werd aan ons verteld dat het eigenlijk onzin was, kindervasten, dat het geen snoep eten. Het was gewoon een beetje voor het oefenen aan het idee wennen. En toen later begonnen we met halve dagen vasten. In de ochtend bijvoorbeeld niet ontbijten of zo. Ja. En het werd steeds meer en meer en meer. Maar de laatste 2 jaren is het mij wel redelijk makkelijk afgegaan. Ja. En de laatste 2 jaren zijn we om de dag gaan vasten, hele dagen. En dit jaar willen we eigenlijk gewoon alle dagen lekker gezellig meedoen. Ja. De Ramadan geeft ook zo'n mooie sfeer, je weet gewoon. Ja, en als je dan het vasten gaat verbreken, gewoon lekker met elkaar, gezellig. Ja. Het maakt gewoon het extra speciaal. En veel mensen denken dat vasten ongezond is, maar er is onderzoek naar gedaan en het blijkt dat het juist gezond is voor je. Je vast ook niet alleen met eten zelf, maar je vast ook met je ogen, je oren, je mond. En dan denk je misschien wel, hè? Maar het is zo bijvoorbeeld met ogen, dat je niet verkeerde dingen doet met je ogen, naar verkeerde dingen kijkt bijvoorbeeld. Oren, dat je niet naar verkeerde dingen luistert of zo. Bijvoorbeeld roddels, dat je daar niet naar luistert. En je mond natuurlijk, dat je niet over anderen bijvoorbeeld roddelt of dat je scheldt of zo. Allemaal zondes. Ruzie maken, zoveel mogelijk voor mij. Dat bedoelen ze dus met vasten, met ogen, mond en oren. Dus daar gaat het ook om. En dan de volgende vraag. En die hebben meerdere mensen gesteld. Namelijk Sama Mohammed, Ilos S.Kuskus en Chupa Chup 6. Die hebben gevraagd, bidden jullie elke dag? Wij bidden elke dag 5 keer. Met 5 keer per dag denk je ook eigenlijk 5 keer per dag aan God. En je bedankt hem voor de dingen die je hebt. En als het bijvoorbeeld, als je een beetje down voelt, dan is het ook zeker een soort van dat je je weer even goed voelt. Boost. Ja, en als je bijvoorbeeld heel druk bent in je hoofd en het is allemaal tot warboel, dan kan je ook echt zeker tot rust komen. En dat is niet zo dat ik maar wat uit mijn duim zaag, want ik spreek uit ervaring. Dan nu de vraag van Caramel X DIY. Wanneer begonnen jullie met bidden? Al vrij vroeg, gewoon 1 keer per dag, daarna 2 keer, 3 keer. En toen zijn we van 3 keer naar 5 keer gegaan. En dan nog een vraag van Moenia, 123. Hoe doen jullie op school met bidden? Nou, nu vallen de gebedstijden gelukkig gewoon in de pauzes. Dus we doen het eigenlijk gewoon thuis. Maar als de gebedstijden vallen tijdens school, dan halen we thuis in. En dan naar de volgende vraag van Coco Lina. Naar welke moskee gaan jullie? En de vraag van K Beauty kan ik dan ook gelijk beantwoorden. Hoe vaak gaan jullie naar de moskee? Wij gaan naar Indonesische moskee. Gewoon in Den Haag. En daar gaan we af en toe heen. Maar er komt ook wel eens een islamgeleerde naar ons huis. Om ons ook met het geloof weer te helpen. Maar thuis doen we ook wel gewoon veel aan het geloof. En ook met Koran lezen. Dus we hebben een soort van mix. En dan de volgende vraag. En die is van Tini Stoesel.
Wat vind je ervan dat sommige moslims mensen doden? Nou, wij worden er sowieso heel erg verdrietig van die moorden en oorlogen die er op de wereld zijn, door wie dan ook. Dan nu de vraag van Sierra Denneman. Mijn buurmeisje doet donderdag altijd sikker. Hebben jullie dat ook? Ik denk dat je bedoelt die keer, maar dat is dus, wij doen dat een paar keer op een dag en dan herdenk je eigenlijk, gedenk je God eigenlijk. Ja. Dan nu de vraag van Stay Emoji Girl. Zijn jullie ouders allebei moslim? Ja. Bidden ze? Ja. En kunnen jullie de Koran lezen? Ja. Ja. En dan de volgende vraag van Floria 123. Wat vinden jullie van racisten? Nou, natuurlijk niet leuk. Ik denk dat niemand racisten leuk vindt. Nou, wij dus ook niet. Dan nu de vraag van James. En dat is, wat vind je ervan wat er in Parijs laatst is gebeurd? Nou, wij worden gewoon sowieso verdrietig van alle ellende die er in de wereld gebeurt. En dan de volgende vraag van Sophie Ali. Hoi, wat vinden jullie ervan dat de islam een slecht imago heeft? Nou, dat vinden we natuurlijk super jammer, want er zijn zoveel moslims. En dat dan een groepje die dan net wat anders denkt en het dan volgens de andere mensen oneerlijke regels heeft, wil niet zeggen dat alle moslims zo denken, want iedereen interpreteert zijn geloof natuurlijk anders. Dan nu de vraag van Video Star en Video FX Billy de Waal. Hoe gaan jullie later je kinderen noemen? Nou, de ene ik, de ander heb, de ander geen, de ander idee. Mooie naam, hè? De volgende vraag, en die had eigenlijk niet zoveel met ons geloof te maken, maar hij was zo origineel dat we hem er toch wel even in wouden hebben. Van Livania Heinze. Als je fruit was, welk fruit zou je dan willen zijn? Watermeloen. Want dan heb ik lekker veel pit. Snap je? Goeie grap, hè? Dan nu de vraag van Lena Nijhoff. Zou je wel eens een ander geloof willen hebben? Hoe denk je dat dat zou zijn? En vind je het leuk om moslima te zijn? Nou, je zou waarschijnlijk al weten na deze Q&A, na deze hele Q&A, dat we gewoon moslim graag willen blijven. We zijn wel geïnteresseerd in andere religies, maar we voelen ons gewoon het best bij dit geloof. En dan nog een vraag van Lois Hilton. En dat is, waarom zijn vrouwen minder waardig? Nou, dat klopt dus ten eerste niet. En de islam kwam eigenlijk met als eerste de rechten van de vrouw. Hoewel veel mensen daar anders over denken, maar het is wel zo. Want als de man geld verdient, moet hij het met de vrouw en kinderen delen. En als de vrouw geld verdient, mag ze het gewoon zelf houden. Het zou wel aardig zijn als ze het ook zou delen, maar je mag het houden. Dus dat is ook weer een punt. En veel van de geleerden zijn ook vrouwen en niet alleen mannen. Dus wat vrouw wordt niet gelijk behandeld? Nou ja, nou in ieder geval, ik hoop dat je vraag is beantwoord. Oh ja, en een moslim komt het paradijs niet in als zijn moeder niet tevreden over hem is of haar moeder niet tevreden over haar is. Want dat geeft al aan hoe belangrijk de vrouw eigenlijk is in de islam. En dan de volgende vraag, en dan weer de laatste, van Laila. Zijn jullie van plan om naar Mekka te gaan? Ja, ik ben van plan om naar Mekka te gaan. Ja, en ik ook. Ik denk Fiona ook. En wat ik nog ook even wou zeggen is, wij beantwoorden de vragen vanuit ons perspectief. En als jij een totaal andere mening hebt, dan geeft het helemaal niks. Die respecteren wij natuurlijk ook. Vond je deze video nou leuk? Doe vooral een duimpje omhoog. Vergeet ons niet te volgen op Instagram, leuke reactie te plaatsen en te abonneren. En ja, als jij nog een vraag hebt die nog niet beantwoord is in de Q&A en je staat open voor het antwoord, laat het dan even in de reacties achter, want dan gaan wij hem dan alsnog beantwoorden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Doei.